Adrie, gefeliciteerd. 1-3 tegen de Graafschap. Van tevoren toch menig een die dacht, NEC gaat een hele moeilijke avond krijgen. Dat was het ook wel, maar de winst is binnen. Nou, precies zoals je het zegt. Wisten van tevoren dat het lastig zou worden. Graafschap heeft gewoon een goed team. En met name thuis spelen ze natuurlijk voor eigen publiek. Dus ja, dat was bekend bij ons. Daarom ben ik wel hartstikke blij natuurlijk dat die wedstrijd toch heb kunnen winnen. Wat is dan de sleutel dat het vanavond wel lukt? Nee, we hebben gewoon al een hele lange reeks van 8 wedstrijden die we gewonnen hebben. Dus ja, dat is niet anders dan al die andere wedstrijden. Alleen dit is een hele goede tegenstander. Dus complimenten aan die boys. Wat was het sleutelmoment of wat waren de sleutelmomenten waardoor het allemaal de goede kant op viel? Nou, dat weet ik niet zozeer. Wij proberen altijd ons eigen ding daarin te doen. Omdat ik vind dat we dat gewoon hartstikke goed doen. Dus daarin hebben we niet veel veranderd. We hebben alleen natuurlijk, je weet dat de Graafschap in het begin volle bak erop gaat. Nou ja, dat moet je pareren door A, goed te verdedigen en B, gewoon goed aan de bal te zijn. In die fase hebben we volgens mij weinig problemen gehad. Opvallend vond ik nog dat je niet wisselde. Waarom doe je dat niet? Ja, ik moet wel het idee hebben als ik wissel dat er dan ook wezenlijk iets verschilt. En ik had ook het idee zoals het stond dat daar weinig over te klagen was. Dus dan laat ik die gasten gewoon staan. Sven, gefeliciteerd. 1-3. Wat een avond, zei je toen je hier aankwam. Wat voor een avond was het van begin tot eind? Ja, geweldig. Ik denk als je hier het veld oploopt en vuurwerk, alles. We wisten het van tevoren dat het een mooie wedstrijd zou gaan worden, dat het uitverkocht zou zijn. En dat bleek ook wel. Het was geweldig om het veld op te komen en ook ons uitvak. Als je ziet hoe vol dat zit en de hele wedstrijd heb ik ze gehoord. Ja, dat geeft je als voetbal een kick. Ja. Wat voor een wedstrijd was het voor jullie op het veld? Ja, het was wisselend van tevoren dat we veel strijd moesten gaan leveren. Hè. Daar moet de Graafschap het ook van hebben. Opportunistisch spelen. En daar moet je dan toch in mee. En ik denk dat we dat goed deden in het begin. De duels meden we niet. Dus daar hebben we vandaag veel strijd geleverd. En dan komen onze kwaliteiten ook boven. En met persoonlijke spelers die dan wedstrijd beslissen. En na afloop wordt de feest gevierd. Je bent daar wel een aanjager in. Word je er in de ploeg wel eens op aangesproken? Ja, ik hou daar gewoon van een feest. En die supporters die komen niet voor niks mee. Die zijn hartstikke blij. En dan vind ik ook dat je even dat moment moet pakken met de supporters. Wat voor een seizoen kan dit gaan worden, Sven? Voor jou persoonlijk ook, want je bent natuurlijk clubtopscorer nu. Je scoort veel. Je staat eerste met NEC. Ja, in het begin van de competitie wist je niet eens dat je naar NEC ging. Hoe snel gaat dat? Ja, zo gaat het soms in het voetbal. Heel snel. Ja, ik heb een nare periode hè, met blessures achter de rug. En ik ben gewoon blij iedere week dat ik op het veld kan staan. NEC is gewoon een mooie club. En ik wist van tevoren dat ik hierheen ging, dat ze om de prijzen wilden gaan spelen. Dat is gewoon mooi. Ik probeer iedere week mijn uiterste best te doen. En dat ik dan score, dat is mooi meegenomen. Maar voor mij is gewoon het belangrijkste dat we wedstrijden winnen. En dat we het einde van de rit gewoon bovenaan staan. Net jaagde je tot slot het feestje aan bij het publiek. Ga je dat ook in de kleedkamer doen? Ja, ik probeerde het net al. Maar ik moest meteen naar jullie door. Maar ik denk wel dat er nog een feestje wordt gevierd. Ja. Bedankt daarvoor. Veel plezier. Ja, dank je. Wel.